In de vroege ochtendschemer inspecteert Ko van den Drie zijn keurig gerangschikte, lange rijen vers gerooide uien. De buitenste uienrok is al mooi gedroogd in de korte veldperiode. Maar het werk van een Nederlandse uienteler gaat verder dan het veld. Op het erf zijn de voorbereidingen voor het opladen en inschuren van de nieuwe uienoogst in volle gang. Met nauwgezette aandacht wordt een intern transportsysteem ingericht en in de uienbewaarschuur geïnstalleerd. En dan begint het stoer en indrukwekkend efficiënte werk van het opladen. De winddroge uien worden vol continu machinaal opgepakt vanuit het zwad, goed uitgezeefd en direct in een meerijdende wagen opgevangen. Valhoogtes worden beperkt om kneuzing en beschadiging van de verse uien te voorkomen en de hardheid te bewaren. Zodra een volgeladen wagen op het boerenerf arriveert, vindt het proces van inschuren plaats. Opnieuw worden losse loofdelen, droge rokken, onkruidkluwen en nog aanhangende grond gescheiden van de vers geoogste uien. De verzamelde reststroom van droge uienrokken weegt vrijwel niets, maar veel velletjes bij elkaar kunnen prima worden vergist tot hernieuwbare energiebron. Onder het toeziend oog van de meester wordt de oogst gescreend. De goedgekeurde uien worden gelijkmatig losgestapeld. Om rondom goed met luchtstromen van buiten te kunnen worden geventileerd en nagedroogd. In de beschutting van de droogschuur verliezen de nieuwe uien geleidelijk hun overtollige vocht en de buitenste lagen krijgen hun unieke gouden glans. Een nieuwe generatie Holland Onions gaat in zijn winterslaap.